Maar eerst baanwielrennen. De Nederlandse wielrenners zijn terug van het wereldkampioenschap in Colombia. Een WK dat zeker voor de Noord-Hollanders goed is verlopen. Zo won Matthijs Boegli brons op de Keirin en Tim Veld zilver op het onderdeel Omnium. Ik wist dat ik echt beter, fysiek beter was dan ooit. En ik had het vorig jaar ook al gedaan, dus ik wist in ieder geval dat het kon. Maar goed, dit is een WK en zeker dit jaar. Vorig jaar viel het nog mee na de Spelen, hadden sommigen een sabbatical genomen. Maar dit jaar waren alle toppers gewoon aanwezig. Dus wist ik wel dat het nog moeilijker zou worden. Maar dat ik het toch heb gedaan, dat is toch wel weer een bevestiging voor mezelf dat het gewoon dat het niet eenmalig was. Maar jij zilver, Matthijs Boegli brons. Dat is toch wel een goed resultaat voor de Nederlandse ploeg op dit WK, dacht ik zo. We zijn ook wel eens met grotere ploegen afgereisd en met minder resultaat teruggekomen. Dus ik denk dat dit zeker gezien de omstandigheden helemaal resultaat heeft. En dus waren er bloemen voor beide heren. Ook omdat het seizoen ten einde is. De fietsen blijven voorlopig ingepakt tot er met het Olympisch kwalificatietraject begonnen wordt. Een traject waar Boegli en Veld anders naar kijken. Voorlopig ben ik daar gewoon nog niet zo mee bezig en richt ik me eerder op de wedstrijden die gewoon op korte termijn zijn. Hoewel ik dan nu eerst vakantie heb, maar voor volgend seizoen ook, dan zal ik me weer op dezelfde wedstrijden Europese wereldkampioenschap en de wereldbekers richten. Goed uitrusten, lekker vakantie vieren. En ik ga een weekje wintersport en ik ga naar school. In april beginnen we eigenlijk weer met het hele traject richting de Olympische Spelen. En dan is het afgelopen met de vakanties en vrije dagen.